Frans, wat is er aan de hand? We hebben hier te maken met nieuwe trams die vanaf 2021 rijden. En die trams die maken veel meer herrie. Tot voor kort hadden we daar niet zo heel veel last van, maar het is eigenlijk nu met die nieuwe trams. Dat zijn een soort holle klankkasten en daardoor hebben wij gewoon last. Ik heb begrepen van de gemeente Nieuwegein dat de norm 59 decibel is. Wij hebben zelf metingen gedaan en wij komen tot soms uitschieters van tot aan 80 decibel toe. Wat het effect daarvan is, als we achter in de tuin zitten en er komt een tram langs, dan stokt het gesprek. Want dat wordt gewoon overvleugeld door die tram. Dat klopt, want we hebben net even gemeten, 85 decibel, een tram die van de linkerkant afkwam. Wat zijn jullie acties, wat zijn jullie van plan? Nou, allereerst wil ik nog even vermelden dat het over het aantal trams wat er langskomt op een dag, dat zijn er ruim 250. Dus dat betekent dat je dan toch regelmatig last ervan hebt. En zelfs in de winter nu weer binnen zitten. Ik kom zo op die acties hoor. Maar zelfs nu we hier binnen zitten, horen we gewoon die tram. Wat onze acties zijn. We hebben inmiddels de wethouder aangeschreven. We hebben alle fractievoorzitters aangeschreven. En dat heeft wel tot resultaat geleid. We zijn uitgenodigd door de wethouder om de tafel te komen zitten samen met de vertegenwoordiger van de provincie. Want die is formeel eigenaar van het tracé. Om te kijken wat onze klachten zijn en wat er mogelijke oplossingen zijn voor dit probleem. En wat zijn de oplossingen? Ik kan me voorstellen, simpel gedacht van mijn kant, zachter rijden. Ja, dat kan een van de oplossingen zijn. Ik heb begrepen dat er ook wellicht gedacht wordt aan aanpassingen aan de trams. Hoe dan ook, wij gaan niet over de oplossingen. Wij gaan wel over de hinder die we hebben. En het is niet aan ons om daar over te denken. Het is eigenlijk met name aan de gemeente en de provincie Utrecht om daar te komen tot een oplossing. En hoe ze doen, doen ze het. Ik vind een plaatsen van een geluidsscherm lijkt mij ook een uitstekende oplossing. Maar we willen graag een oplossing waardoor wij achter in de tuin kunnen zitten met een niveau aan geluid wat gewoon acceptabel is. En het liefst met zo snel mogelijk oplossing. Want ik kan me voorstellen dat als je aanpassingen gaat doen aan de tram, ja, daar gaan maanden overheen voordat we dat voor elkaar hebben. Dus ik denk, een snelle, goede, passende oplossing. Dat is iets wat wij willen. Dat kan ik me voorstellen. De hele buurt staat erachter? De hele buurt staat erachter. We hebben geïnventariseerd met name de huizen die hier langs de rails zitten. Aangrenzend aan de baan. En die hebben unaniem hun naam afgegeven en straatnaam afgegeven. Dus iedereen heeft daar ook gewoon last van. Dus er is niemand die zei van nee, daar herkennen we ons niet in. We ondertekenen niet. Het is echt unaniem dat mensen hier achter staan. Wat gek eigenlijk, want als je toch een paar jaar geleden terugkijkt naar de oude trams, hadden jullie daar last van? En alleen met de nieuwe tram daar last van? Nou, met die oude trams, we hoorden die trams wel, ja, maar we hadden er geen last van. En met die nieuwe trams is het zo dat die aanmerkelijk meer herrie maken. En die herrie is eigenlijk, ik denk door de constructie van de trams. Ik vind het prachtig mooie trams. Ik vind het qua ontwerp zien ze heel mooi uit. En ik denk dat het technisch hoogwaardige producten zijn. Alleen ze maken herrie. Ja. Daar is het wel zo dat in het stuk waar wij zitten, dat is het langste stuk tussen twee haltes. Dat betekent dat de trams kunnen hier maximale snelheid maken. Ik heb begrepen dat de maximale snelheid op het baanvak wat ze mogen rijden is 80 km per uur. Dat is iets wat ze ook halen. We hebben ook in de tram gezeten en we hebben de snelheid gemeten. Wij komen ook tot soms 75, 80 km per uur. Dus dat is dat begrijp ik. En dat begrijp ik dat het allemaal mag, dat het toegestaan is. Maar ik hoop ook dat degenen die hierover gaan, dat die ook begrijpen dat wij daardoor heel veel herrie hebben. Ik begrijp het. Jullie als buurtgenoten wens ik erg veel succes in de strijd tegen het geluidsoverlast van de tram. En met de wethouder en de provincie heel veel succes, zou ik zeggen. Dankjewel.